Goedenavond, Zeeland Nu van zondag 21 juni. Kijkt u naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Tijdens het festival op Terschelling Oerol onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de TU Delft de gevolgen van strandbebouwing op de verstuiving van het zand. Het onderzoek kan ervoor zorgen dat de eisen voor strandhuisjes op de Zeeuwse stranden worden aangepast. Wij brengen jaarlijks 12 miljoen kubieke meter zand aan en dat moet verplaatsen naar de duinen. Die moeten op sterkte blijven en die huisjes die kunnen dat tegenhouden. Het houdt altijd een beetje tegen, maar hoe erg dat is, dat hangt dus af van hoe groot de huisjes zijn, hoeveel het er zijn, hoe lang ze er staan, wat de tussenruimte is. En daar stellen wij voorwaarden aan en we zijn nu aan het onderzoeken of we die voorwaarden moeten aanpassen. Rijkswaterstaat benadrukt dat met dit onderzoek niet de oorlog wordt verklaard aan de strandhuisjes. Ook is de veiligheid van de duinen nu niet in gevaar. Het is niet zo dat als er huizen staan dat er dan gelijk een veiligheidsgevaar is. Maar wel komt dat dan langzamerhand op de lange termijn. Hè, moet je ervoor zorgen dat zand doorstuift. En dat de duinen dan op sterkte blijven. Maar we hebben nu niet direct een probleem. Het is nog niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek naar buiten komen. Miss Beauty of Zeeland 2015 komt uit Heinkensand. Gisteravond werd Deborah van Hemert verkozen tot de mooiste van deze provincie. Een bescheiden winnares. Ik ben niet per se het mooiste meisje, maar ik heb gewoon de verkiezing gewonnen. Maar ik voel me niet beter als anderen nu. En ook een miss met een mening. Zeker over het feit dat sommigen vinden dat een miss alleen maar mooi hoeft te zijn. Mijn mening is dat een missverkiezing niet alleen om het uiterlijk gaat. Het gaat ook heel erg om het innerlijk. En ze vinden het ook heel belangrijk dat iemand gewoon sociaal is, dat ze lief zijn, dat ze zich inzetten voor anderen. Deborah doet in oktober mee met de Miss Beauty of the Netherlands. Niet alleen om te winnen, maar ook om dingen duidelijk te maken. Nou, sowieso zou ik het heel leuk vinden om gewoon over te brengen, ook op andere vrouwen, om het gewoon te laten zien dat als je iets heel graag wil, dat je het ook kan bereiken. Want van mezelf had ik dit ook echt niet verwacht dat ik dit ooit zou kunnen bereiken. En ik ben eigenlijk nu echt al heel blij met dat ik dit heb gepresteerd. De beste karateka's van de wereld zijn dit weekend in Vlissingen. Deelnemers uit 14 landen strijden om de wereldtitels. Gisteren was er al zeer succes. Ivy van Wezel uit Gapingen ging naar huis met maar liefst 2 wereldtitels. Echt helemaal geweldig. En ook vooral omdat je niet zo ver hoeft te rijden. Dan hoef je niet heel erg vroeg je bed uit en zo. Het is gewoon echt geweldig om in je eigen land wereldkampioen te worden. En je had waarschijnlijk heel veel supporters bij. Ja, dat wel. Heel veel. Ook de broer van Ivy, Reno, sleepte gisteren al een titel in de wacht. De organisatie hoopt vandaag op nog meer succes, want er doen 12 Zeeuwen mee. Ja, en ik hoop dat ze alle 12 wereldkampioen worden. Ja. Ja, er zijn bekers genoeg. Ja, in totaal zijn er 37 eerste plaatsen te vergeven vandaag. We gaan de spanning weer een beetje opbouwen. Nog 2 weken tot de Tour de France. Hier zal gaan finishen en ondanks het belabberde weer van vandaag is de nieuwe slogan op het Topshuis natuurlijk wel toepasselijk. Bring in the Dutch, water you thinking. Aan water geen gebrek vandaag, dat ondervonden ook 180 renners. Zij fietsten over de Delta werken door weer en wind. En dus stelden wij de vraag, water you thinking ervan? Ja, het was zwaar weer. Winderig, ja. Met deze wind tegen? Ja, echt enorm veel last gehad van de wind. Veel wind dus. Hopelijk ook op 5 juli, want dan krijgen we een waaieretappe. Er was trouwens meer te zien op Neeltje Jans vandaag. Zie je hier het selfie-platform. Allemaal natuurlijk voor die tour-aankomst. Even kennis maken met de ontwerper, Thijs Kelder. Ja, nou wat je hier ziet is eigenlijk 2 Zeeuwse meisjes, maar dan als een soort van ronde missen. Dus je kan op een podium gaan staan en dan is eigenlijk iedereen een winnaar. Dus iedereen is een soort van de nummer 1. En op de achtergrond zie je natuurlijk een geweldig uitzicht. En het is eigenlijk een selfie-monument. Ja. Zoenende Zeeuwse dames en creatieve teksten op het Topshuis. De tourkoorts loopt langzaam op. Het South Park Festival in Middelburg duurde dit jaar voor het eerst 2 dagen. Gisteren was er een popfestival, vandaag stond er een zomermarkt op het programma en was er vooral voor de kinderen een hoop te beleven. Wat heb je allemaal op je hoofd? Ik ben er. En wat vind jij nou het mooiste op je hoofd? Die gouden bloemen en die gouden bladeren. En hoe lang mag dit nou blijven zitten? Dat weet ik niet. Ja, hartstikke leuk voor de kinderen, die zijn helemaal los dus. En is er voor uzelf ook nog wat leuks? Ja, wel genoeg te doen. Maar voor mij is het heel makkelijk. Als de kinderen daar hun zin hebben, dan heb ik dat ook. De organisatie was minder enthousiast. Veel kraampjes bleven leeg. Kramen hadden wel gevuld moeten zijn, ja. Een x-aantal zijn niet komen opdagen. Dat zal
waarschijnlijk zijn vanwege de weersvoorspelling die er is geweest. En misschien het nieuwe eraan, ik weet het niet. De organisatie was zo teleurgesteld dat ze nog niet weten of deze tweede dag een vervolg krijgt. Maar de kinderen hadden nergens last van. Die beleefden een geweldige middag. Vandaag was het lange tijd tamelijk grijs weer, maar met de regen viel het in Zeeland overal mee. Veel is er niet gevallen, maar er trokken wel storingen over en dat zien we ook op de satellietbeelden met veel bewolking van tijd tot tijd. Vanavond is het op veel plekken droog. Ook in de loop van de nacht verwachten we nog weinig regen. Bewolking heeft de overhand, maar een paar opklaringen zijn mogelijk bij minimumtemperaturen van 13 graden en de meest matige westelijke wind. En dan morgen, dan verwachten we wel een aantal buien in Zeeland. Op sommige plekken kan misschien wel meer dan 5 mm vallen. Een aantal buien dus, soms ook even zon, vooral later in de middag, bij matige tot vrij krachtige westenwind. En temperaturen die niet hoger komen dan 15 tot 16 graden. Koel weer dus morgen. En ook als we naar de langere termijn kijken, op dinsdag en woensdag nog temperaturen van 16 tot 20 graden. Donderdag misschien wat hoger, 21 graden, een beetje warmer. Ja, dat was Zeeland nu voor deze zondag. Meer nieuws natuurlijk op onze website. Volg ons via Twitter en Facebook. Zometeen het voetbalprogramma Onze Club, dat met Jan-Jaap Coré. Nog een hele mooie avond. Dag.